Van woonwagen tot een plek in de Quote 500. In deze Geld van de Sterren, Frans Bauer. Een heel opvallende verschijning in de Nederlandse showbiz. Frans Bauer, jongen van het woonwagenkamp die het ontzettend ver geschopt heeft. Altijd goed lachs, goede zanger, goede presentator. Een fenomeen. Voor een optreden van een half uur rekent hij zo'n 10.000 euro. Nou, hij treedt 3 tot 4 keer per maand op. Dus dan kom je toch al gauw uit op een bedrag van 40.000 euro per maand. Hij heeft meer dan 50 keer in een uitverkocht Ahoy gestaan. Dat is per keer 10.000 man. Ja, dat tikt lekker aan. De gemiddelde prijs voor een Frans Bauer kaartje is zo'n 80 euro. Nou, dan heb je per concert dus een omzet van 800.000 euro. En dat keer 50, ja, dan zit je toch al gauw in de 40 miljoen. Dat gaat niet direct de Bauersbroekzak in. Laten we zeggen dat ruim de helft ervan afgaat. Houden we toch zo'n 23 miljoen over. Daar kun je heel wat Chinese rijsttafels voor bestellen. Maar het blijft niet alleen bij de opbrengsten van de kaartjes. Want als je naar het concert gaat, zwaai je natuurlijk met je Bauersjaal. Je draagt een Bauerhoedje en een Bauer-t-shirt. Merchandise is voor iedere artiest een hele mooie bron van inkomsten. En waarschijnlijk gaat er van de verkoopprijs van elk artikel zo'n 25% naar Frans. Dus neem je bijvoorbeeld een Frans Bauer-trolley van 160 euro. En dan krijgt Frans daar 40 euro van. En dat is dan nog maar voor één zo'n trolley. In 2009 ontpopt Frans zich ook als presentator. Hij tekent een contract bij de Tros en presenteert onder andere Bananasplit. Tegenwoordig is er heel veel te doen over de salarissen bij de publieke omroep. Maar in de hoogtijdagen verdiende Frans Bauer toch wel tussen de 300.000 en de 400.000 euro per jaar. En dan zijn er nog de reclamedeals. Hij wast met Robijn voor zo'n 200.000 euro. En zelfs als de energiemaatschappij zijn reclame voor tijdig stopt, vangt hij toch nog 220.000 euro. Hij gaat ook regelmatig op vakantie. Dat wordt ook uitgebreid gefotografeerd in de bladen. Wat krijgt hij daarvoor? Helemaal niks. Frans deelt graag en betaalt zelfs het eten van de fotograaf en de verslaggever. Frans staat niet bekend als een big spender. Geen gold metallic Maseratis op zijn oprit, maar een degelijke gezinsauto om zijn 4 kinderen in te vervoeren. Frans staat bekend als een Mercedes-rijder, maar verrast vriend en vijand met het hebben van een BMW X5 en een BMW 5-serie. Frans koopt in 1996 een huis in Feyenaard. Bijzonder is, hij kocht dit huis zonder Mariska. Hij telde er 431.000 euro voor neer. Frans woonde jarenlang in een woonwagenkamp. En je ziet deze Romaanse stijl ook terug in de inrichting van de woning. Bij verkoop noemen wij makelaars dit toch wel smaakgebonden. Tegenwoordig is Frans bijna wekelijks op tv te zien. Maar het begon allemaal met een eigen real-life soap in 2003. De Bauers. De Bauers, ja, dat was een regelrechte kijkcijferhit. 2 miljoen kijkers, de kerstspecial helemaal. 2,8 miljoen mensen, heb je even voor mij. We horen in de serie De Bauers wat er dan op tafel komt. Gebakken banaan, mini lumpia's, babi pangang. Een rijsttafel voor 6 personen. Dat maakt samen rond de 120 euro. Stel dat je wekelijks bestelt, dan kom je aan het eind van het jaar uit op zo'n 6.000 euro aan Chinees. Schattingen van zijn vermogen lopen nogal uiteen, maar cijfers liegen niet. In het jaarverslag van zijn holding staat dat hij over 2016 een eigen vermogen had van 16 miljoen. Ja, de fans kunnen van Frans niet genoeg krijgen en komen ook helemaal aan hun trekken nu op een eigen YouTube-kanaal waar hij heel veel momenten uit zijn bijzondere leven deelt. Ja, ook daar lacht Frans. En ook als hij in zijn eentje af en toe naar zijn bankafschriften kijkt.